Hoi, ik ben Lieselotte van de fysiotherapie. In deze video ga ik je uitleggen hoe je moet bewegen naar de operatie aan je rug of aan je nek. En eigenlijk ook welke regels je aan moet houden de komende 6 weken. We gaan beginnen met het in- en uit bed komen. Wat belangrijk is dat je niet te veel je rug gaat buigen, maar ook niet te veel gaat overstrekken. Wanneer je in bed gaat liggen, ga je eerst op de rand van het bed zitten. Beweeg je met je rug richting de zijkant en doe je je benen in bed. Daarna draai je rustig op je rug. Het uit bed komen gaat hetzelfde. En je duwt jezelf omhoog. We willen dus niet zien dat je te veel gaat buigen met je rug wanneer je gaat liggen of uit je bed gaat komen. Dit willen we dus niet zien. Of wanneer je jezelf naar achter laat vallen. Je moet dus letten dat je je rug niet te veel buigt. Als je je schoenen aan wilt trekken of je sokken, beweeg je dus je voet eerst naar je toe om vervolgens hier een handeling te verrichten. Nou, wanneer je wil gaan staan, schuif je iets naar voren, neem je steun aan het bed van je handen en kom je staan. Bij het zitten ook weer hetzelfde, steun van je handen en ga zitten. Let er dus op dat je je rug niet te veel buigt. En ook bij het zitten. Dat willen we dus niet zien. Wanneer je iets wil oprapen, doe je dat vanuit je benen. En kom je naar de grond en raap je het op. We willen dus niet zien dat je dan vanuit je rug opraapt. De periode na ontslag naar huis, wanneer je thuis bent, mag je rustig aan weer je dagelijkse dingetjes gaan opbouwen. Let daarbij gewoon goed op wat je lichaam aangeeft. Wanneer je moe bent, mag je echt lekker even op bed gaan rusten of even in de stoel gaan zitten. Wanneer je energie hebt, maak even een wandelingetje. Let daarbij vooral gewoon goed op wat je lichaam aangeeft en waar je lichaam op dat moment behoefte aan heeft. Probeer dus gewoon goed te luisteren naar de pijnklachten of naar de spierpijn die je ervaart. Het is belangrijk voor je herstel dat je niet te veel doet, maar ook niet te weinig. Het is namelijk begrijpelijk dat je na een operatie de eerste paar weken wat pijnklachten kan ervaren, maar ook wat spierpijn. Dat is niet gek. Voor wanneer je gaat zitten in een stoel, hebben we het liefst dat je een stoel met armleuningen gebruikt. Wanneer je gaat staan, kan je namelijk je armen gebruiken om jezelf een beetje op te duwen. Ook voor wanneer je wil gaan zitten, kan je je armen weer gebruiken. Het liefst hebben we een stoel met een mooie rechte rug, zodat je niet te veel zo gaat zitten en ook niet te veel zo, want dat willen we niet zien. De eerste 6 weken mag je nog niet autorijden en nog niet sporten. Na die 6 weken mag je dat weer rustig aan gaan opstarten. Wel mag je meerijden in de auto. Voor het in- en uitstappen van de auto hebben we ook een handigheidje. Daarvoor kan je een plastic boodschappentas gebruiken. Die leg je dan eerst op de zitting en daarbij let je dus ook eerst weer op het buigen van je rug. Je doet dat vanuit je benen. Dan ga je met je rug richting de zitting staan. Pak je met de ene hand de stoel vast en met de andere hand kan je de deurpost vastpakken. En dan ga je eerst zitten. Je kan dan één voor één je benen in de auto plaatsen. Wanneer je het nodig vindt, kan je ook je benen ondersteunen met je handen. En door hulp van de tas kan je eigenlijk heel makkelijk de stoel op de auto indraaien. Heb je nou nog tips nodig of zit je nou nog met vragen? Stel ze gerust aan een fysiotherapeut.